Wow, gaan we nog iets bij die duizend doen, of niet? Ja, we gaan sowieso iets bij die duizend abonnees doen, ja. We zijn weer op de terugweg. We komen net van de Vasselring af. Even de kwalificatie gekeken voor morgen. Goed bezweet wel. Zo, het was warm, jongen. Zo, de zonnetje stond er goed op, ja. Het was wel dik om te zien weer. Vooral die supersports vind ik echt dik, man. Ja, gaan hard, jongen, dat is echt niet normaal. Ja, die gaan echt ziek hard. Parkeren was ook lekker. Jullie hebben er wel iets van meegekregen, denk ik. We hebben zo'n motorrace, dus je weet toch dat de motoren naar je toe komen. Zet je ons allemaal in zo'n grasveld neer, hé? Kun je niet maken. Ja, ze hadden wel mooie houten plaatjes. Ze hadden wel houten plankjes voor standaard. Ja, nou moeten we ons goed focussen dat we niet te hard gaan rijden. Nou, als je dat allemaal ziet, inderdaad. Datzelfde als. Als dat je bij zo'n racefilm bent geweest van de Bios of zo, toch? Van Fast and Furious of zo. Ja, en je gaat dan weer rijden. Hij gaat dan weer de auto. Rij ook altijd als een debiel. Ja, het scheelt dat de motor nog een beetje moet opwarmen. Dus moet ik nog een beetje normaal doen. En er rijdt genoeg politie volgens mij. Ja, volgens mij ook. Net toen we dat terrein afliepen, stond één motoragent. Even een beetje te campen. Een beetje de boel in de smies te houden. Ja. Ben je ook naaiend, jongen, als je dat doet? Ah, je wilde gewoon even checken, denk ik. Ja. Even koekeloeren wat er aan de hand was. Ah, kijk daar linksboven. De paalglijder, denk ik. Oh ja, sick. Ah, kijk dan die kerel in de lucht. Lijp, jongen. Ja. Dat is wel zo'n motortje toch? Zo'n soort driewielen karretje. Volgens mij wel, ja. Met zo'n ventilator erachter. Ik heb de ventilatievakjes op mijn jas heb ik opengezet. Ah, ik heb alleen mijn buffy zit niet goed over mijn kin, dus volgens mij waait er een beetje wind naar binnen. Excusez-moi, kijk eens. Oeh. Nee, dikke Ferrari, jongen. Dikke Ferrari. Kijk of we nog wat van op hebben gestoken net. En weg is die dan ook, hè? En weg is die. Hoppa! Ik wil dat echt een keer maar op circuit rijden, lijkt me echt vet, man. Ja, dat moeten we ook echt een keer gaan doen. Ja, het lekkere weer komt er nu aan, dus nou kunnen we ook even een beetje gaan plannen om dat soort dingen te gaan doen, man. Ja, we gaan de dingen te gaan doen. Want ik wil nog een keer op circuit rijden, ik wil nog een keer zo'n wielencursus gaan doen. Ja, een stuntcursus of zo. Ja. Dat is ook vet. En we willen nog een keer bij Remy dat trailrijden gaan doen. Ja, gaan we ook nog doen. Hij gaat dat door elkaar helpen en zo, met gewoon beheersing van je motor en zo. Ja, sowieso. Ga je wel merken denk ik, als je dat soort dingen gaat doen. En dat kost allemaal centjes, dus als jullie even hier beneden even op die knop drukken om te abonneren, dan gaan we naar die 1000 toe, guys. En dan knallen die euro's dadelijk wel binnen. Ja, de knallen, de rollen de centen over de bank heen. En dan knallen we dat in al die video's. Ja. Ja, dat is het eerste. Als we op het moment dat we wat centjes verdienen met het kanaal, dan gaat dat gewoon regelrecht terug de video's in. Ja, alles voor je dikke video's, man. Ja, sowieso. Misschien nog zo'n Insta360 camera. Ja, dat is ook heel vet. En het, laten we eerlijk wezen, guys. Het kost jullie helemaal niks, hè. Even dat knopje indrukken. Het kost niks. Kleine moeite. Dus even doen. Hey bro, gaan we nog iets bij die 1000 doen, of niet? Ja, we gaan sowieso iets bij die 1000 abonnees doen, ja. Bij die 1000 abonnees? Als jullie een leuk idee hebben, gewoon in de comments. Voor, ja. Weet ik het, een ritje met ons, een giveaway van iets leuks, of weet ik het. Als je zoiets weet, gooi het onder in je comments. Laat eventjes weten onder deze video. En maak het vooral niet te gek, want ja. Huh? Of juist wel. Ja, maar ook. Hoe gekker, hoe beter. Ja,
nieuwe 07. Ja, nog een 07 erbij. Andere kleur, die blauwe, die hebben we nog niet. Ja, ik zag hem net wel staan, hè. Die blauwe ook met die nieuwe dash? Weet ik niet. Met die TFT? Dat was sowieso wel 2021. Want die nieuwe die hebben zo'n TFT-scherm, hè? Ja, dat dashboard. Ja, een beetje lijkt vol. Is dat hetzelfde als die 09 of niet? Of hebben ze eigenlijk iets heel anders gemaakt? Nee, het is wel een beetje zo'n vierkant scherm ook. Oh ja. Vind je niet echt heel mooi? Nee, ik vind dat ook niet mooi, maar ik vind dit ook mooi, hè? Ja. Oh, ik heb een lekker nummertje op staan, jongen. Ik ook wel. Ik zit op Epidemic Sound te luisteren, dus ik kan hem er zo even in gooien. Nou ja. Voor de mensen denken wel, je hebt die gekke te godsnaam over. Dat is voor YouTube om copyright claims te voorkomen. Dat is gewoon yes. Copyright free. Wat zijn het allemaal voor zondagrijden, zei je? Nee, dit alleen een vuurtje. Oh. Dat ook. Maar gewoon echt alleen deze gewoon. Langs dat kapje zo. Dat gewoon heel minimaal. Ja. Maar hij zag ons wel. Maar hij deed één wiel, dus je moet eigenlijk een wheelie maken. Man is wel aan het bellen, of niet? Ja. Hoi. Hey, ik hoor je niet. Horen jullie mij weer, guys? Ja. Oké, ja, ik was zelf aan het bellen. Aan het facetimen. Ja, aan het facetimen. Hoe weet je dat? Ik zag je zwaaien. Oh, wat is die eend aan me aan het doen, joh? Eens aan het slingeren, jongen. Hier, kofferbak. Kofferbak verkopen. Bij die wat oudere garde moet je gewoon een kwartier van tevoren gewoon groeten, want anders dan denk ze van ja, ik ga niet in mijn eentje groeten, toch? Ja, dat doen ze. Zou ik mijn garde vragen om muziek af te spelen? Ja, probeer. Hey Cardo, play music. Nee, je moet zeggen music on. Ah, fuck dat man. Wat dan? Radio aanstaan. Nee joh. Yep. Echt? Yep. Zo snel. Ja. Hoe dan? Ik weet niet. Ah, hoor je alleen ruis? Nee, ik hoor een soort van gestopte radio. Ah ja, stop. Oh, dat is wel gewoon een goed nummertje, man. Alleen stond het een beetje, dat is wel lelijk. Even snel Suzanne. Beetje aan die antenne gaan zitten van die Cardo. Kijk of dat werkt. Volgens mij flitsen ze hier, man. Hier rijdt altijd iedereen tering sloom. Nou, het wordt gewoon veel gecontroleerd misschien. Ja, dat zou ook kunnen natuurlijk. Ik zie geen flitser staan ergens. Nou, op naar het volgende evenement zou ik zeggen. Ja, wat wordt het volgende dan? Ik weet niet. Japfest? Japfest denk ik. Dat is het eind van de maand. Ja, over 2 weken? 3 weken. Ja. Over 3 weken. Volgens mij 29 toch? 29ste, ja. Tweede Pinksterdag. Ja. En dan daarna moeten wij er een keer aan geloven, man. Even een ritje organiseren naar Valkenburg. Oh ja, ik had gekeken, het is wel juli. Juli? Ja. Volgens mij eerste weekend van juli. Kunnen we dat even gaan inplannen? Zin in ook, man. Ja, zeker. Dat is wel een lange rit, maar wel zin in. Dat is wel leuk. Ja, ook een keer leuk om wat langer te rijden in een andere omgeving, dat is altijd goed. Ja, een beetje hobbels, bergen en zo. Ja, je schijnt daar ook teer in grote grotten en zo te hebben. Ja, ik ben daar wel eens in geweest, man. Oh ja. Met school bij de Ardennen. Gingen we ook in van die grotten. Dat is lijp, jongen. Ja, maar je hebt ook van
Je moet daar echt met een gids naar binnen. Je mag daar niet zelf naar binnen, toch? Nee, man. Anders het waar niet groot. Ja, sick, man. Ik wist dat helemaal niet. Maar het schijnt dus ook dat je van die mensen hebt die, laten we zeggen, die grotten gaan verkennen. Oké. Dus dan gaan ze namelijk steeds verder. Echt lijp, jongen. Om dan een soort van platte grond te maken. Oh, zo ja. Als je claustrofobisch bent, niet doen, man. En ik hoorde ook dat daar een paar gasten, 3 of 4 van die gasten, dat die daar gewoon 2 of 3 dagen hebben gelopen. Wat, is er god? Ja, dat heel die vingertoppen weg waren. Omdat ze dachten van lopen met de vingers langs de muur. En dan komen vanzelf bij de uitgang. Ja, klopt. Dat ken ik ook, dat verhaal. Was dat daar, in Ardennen? Ja, dat was daar. Maar ja, zin in, man. Eerst Japfestje even knallen. En dan richting Valkenburgje. Jo, wat is dat voor gek, joh? Wat is dat voor lijp, hoor, joh? Oh, Padre, die is ook nog mee. El Padre moet naar huis. En Padre zit in de tijd. Bedankt weer voor het kijken, guys. Ik hoop dat jullie het weer een nice video vonden. En vergeet niet even te abonneren, een duimpje omhoog te knallen. Gewoon even een doempje voor El Padre. Een doempje voor El Padre. En dan zien we jullie graag bij de volgende video, guys. Later! Later!